Dag iedereen en welkom bij deze video review. Een tijdje geleden, eigenlijk anderhalve maand geleden, heb ik deze Razer Kishi unboxed hier op dit kanaal. En ik ben er toen uitgebreid mee aan de slag gegaan, vooral met cloud gaming. En eindelijk kan ik mijn oordeel met jullie delen. Nu, als je denkt aan mobile gaming, dan denk je misschien zo neerbuigend van: uh, Temple Tempelgun, uh, Candy Crush. En inderdaad, dat is ook het eerste waar ik aan denk. Maar tegenwoordig zie je zoveel vaker de opkomst van cloud gaming. Kijk naar Google Stadia. Kijk naar xCloud, dus Microsoft-project, waar ze echt heel goed op aan het inzetten zijn nu. Amazon Luna is ook aangekondigd. Dus cloud gaming is here to stay. En het evolueert echt razendsnel. Dus uiteindelijk wordt het wel de toekomst. Uiteindelijk zal het gewoon zo zijn dat je op de trein zit en via 5G gewoon Destiny 2 aan het streamen bent uit de cloud. Nu, als je zo wil gaan gamen, dan heb je natuurlijk een deftige controller nodig. Je kan bijvoorbeeld je Xbox One controller gewoon via Bluetooth verbinden met je smartphone of je PlayStation controller of zo. Maar handiger is dit: de Razer Kishi. En eigenlijk maakt het van je smartphone een soort van Switch. Maar voor ik toon hoe het werkt en wat er goed en minder goed aan is, wil ik het eerst hebben over de Jungle Cat. Rauw. Want wat is deze Jungle Cat? Als je die kent, dan komt deze je ook wel bekend voor. De Jungle Cat is eigenlijk een alternatief hierop. Uh, eigenlijk een voorganger zelf. En die werkt nog veel meer als de Switch. Dus je hebt eigenlijk twee afzonderlijke ja, Joy-Cons, zal ik ze maar noemen. Trademark Nintendo, maar uh, wat, wat, goed. <laughs> dus eigenlijk twee Joy-Cons die je dan in je... In de case van je smartphone kan gaan sliden. Nu dat heeft... Een nadeel, want je hebt een bepaalde case nodig. Dus je bent wel afhankelijk van Razer en de cases die ze ter beschikking staan. Dus dat is het eerste. Een ander nadeel is dat hij via Bluetooth werkt. En Bluetooth heeft bijvoorbeeld een probleem. Want Bluetooth kan zorgen voor vertraging. En dat heb je hier dus niet. Want deze sluit je rechtstreeks aan op de USB-C-poort van je smartphone. Een ander voordeel daarvan is dat je deze niet moet opladen. Daar zit niets in van. Batterij. Dit is Op dit moment zit er dan niets in van elektriciteit. Het is gewoon gewoon. Dus een ander voordeel van deze tegenover de jungle cat. Is bij de jungle cat. Dus als je de controllers in de case sluit, dan wordt dus de hoofdtelefoon wordt geblokkeerd van je telefoon. Heb je ook wel bij deze. Maar ook de oplaadpoort van je telefoon wordt geblokkeerd. Dus je kan je telefoon niet gaan opladen terwijl je speelt. En als je nu aan het gamen bent, dan kan de batterij van je smartphone nogal snel leeg gaan. Daarvoor deze leuke oplossing, namelijk een pass-through. Dus in feite, als je hier een USB-C lader mee verbindt, dan wordt de energie doorgegeven aan je smartphone. Maar goed, daarover later meer. Dus dat zijn gewoon eigenlijk de verschillen tussen de junglecat en de Kishi. Nu, de grootste reden waarom ik eigenlijk zou kiezen voor de Kishi in plaats van de Jungle Cat, is dat deze compatibel is met eigenlijk de meeste Android-smartphones. Je moet wel binnen bepaalde dimensies vallen, die kan je ook zien in de omschrijving van deze video. En je hebt een centrale USB-C-port nodig. Dus als je usb c port gewoon in het midden van je telefoon zit, dan zal het waarschijnlijk geen probleem zijn. Nu over de Kishi dan. De bouwkwaliteit is heel belangrijk. Want dat is een ding dat je heel vaak gewoon in je tas gaat gooien, gaat meenemen, meesleuren. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk niet te klagen heb over de bouwkwaliteit van de Kishi. Hij is vrij dik. Hij is een stuk dikker dan de Jungle Cat. Iets minder elegant dus. Uh, maar gewoon qua bouwkwaliteit zit het wel goed, weinig te klagen. Behalve als je hem openvoudt. Dus om je telefoon ermee te gaan verbinden, dat is wel even schrikken, want dan voelt hij wel een beetje fragiel aan. Maar na een tijdje besef je gewoon van oké, okay, de bouwkwaliteit zit wel goed en ik kan dit gewoon de hele tijd doen zonder dat het kapot gaat. Dus zit wel goed. Dus op dat vlak zou ik me niet meteen zorgen maken. Ik denk wel dat je verschillende levensjaren uit dit product zal kunnen halen. Nu, het was altijd fijner geweest als je werd geleverd met de hardcase, zodat je deze dan in je hardcase kon steken en dan zo in je tas gooien. Maar dat is dus niet het geval. Maar toch, ik zou me echt niet te veel zorgen maken. Dan wat de gebruikservaring betreft. Uh, ik was heel erg onder de indruk van de Thumbsticks. Die vind ik heel, heel precies. Zitten net goed, niet te los, niet te stroef. Uh, ze zijn ook klikbaar, dus dat maakt het ook weer fijn. Dat maakt ze compatibel met alle games eigenlijk. En werd eigenlijk gewoon heel netjes. Als we dan kijken naar het d-pad en de andere knoppen, die zijn nogal mushy om het zo te zeggen. Je moet ze vrij ver induwen ook. En ik ben dan meer voorstander van meer klikkie knoppen, waarbij je meteen zo'n soort van feedback krijgt. Die feedback heb je er wel bij de andere knoppen, bij de home knop, de ja, linkerpilsje en rechterpilsje. Maar die gaan natuurlijk niet zo vaak Indrukken. Dan de triggers, je hebt de L1 en de R1, die schouderknoppen voelen gewoon heel fijn aan. Maar dan de L2 en de R2, dus de effectieve triggers die je gebruikt constant bij shooters om je geweer af te vuren, die voelen vrij goedkoop aan. Het voelt een beetje, je voelt echt dat je tegen een, een veer aan de tuwen bent en ja, een beetje cheap. Dan, nou, ik zei het al, de pass through -port is enorm handig als je voor je smartphone wil opladen, dus geeft energie door. Belangrijk om te weten is dat je deze niet kan gaan gebruiken voor je USB-C-headset. Dus je kan niet zeggen van oké, okay, ik ga mijn USB-C-dongle hierin steken en dan hoofdtelefoon uithang creëren om zo naar mijn oortjes te gaan. Dat zal dus niet gaan en als je telefoon hierin zit dan wordt je headphone-jack wel geblokkeerd, dus je zal wel Bluetooth-oortjes of Bluetooth-headset of een bluetooth -headset. Dus er we zal wel Bluetooth oortjes of een Bluetooth headset moeten gebruiken. Ik heb het eigenlijk al constant over cloud gaming. Ik heb het niet gehad over mobiele games in C. Dus bijvoorbeeld dingen zoals Asphalt Legends en Ark Survival Evolved zijn twee van de games die ondersteund worden. Via, deze applicatie, deze is de applicatie En die is eigenlijk niets meer dan een game launcher. Dus daarop zie je meteen welke. Games compatibel zijn met de resercitie, dus bij welke de controller ondersteund wordt. En voor, die, voor de rest doet die applicatie eigenlijk niet. Je kan wel ook de firmware gaan updaten van je systeem, dus daarvoor is het wel belangrijk om af en toe eens te gaan kijken op de app of er een nieuwe update is. Maar voor de rest mm, heb je die app eigenlijk totaal niet nodig. Ik heb al games getest, zoals Asphalt Legends, en het werkt wel gewoon het werkt meteen. Het werkt heel goed. Het is echt een volledig handige ervaring, dat wanneer je gewoon je touchscreen gebruikt om een game te spelen. Dus het is echt wel ja, een eye-opener. Maar ik ben sowieso niet geen grote voorstander van mobiele games, dus ik heb die snel achter me gelaten. En ik ben... Overgegaan naar de reden waarom ik deze Kishi wou testen, en dat is namelijk cloud gaming. Dus ik ben aan de slag gegaan met Stadia, met xCloud, met GeForce Now, met Steamlink enzovoort. Dus eigenlijk alle grote cloud-slash streaming diensten en overal werkte de controller meteen. De laatste tijd vooral gebruikt voor Xcloud. Die is sinds 15 september ook beschikbaar voor iedereen. En het werkt echt heel fijn. In combinatie met deze. Het is heel leuk bijvoorbeeld om uh, overdag een bepaalde game te spelen op je Xbox. En dat s'avonds in bed, als je daar een beetje een deftige internetverbinding hebt. Om dan in bed zo nog een beetje te, te grinden of iets anders te doen. Gewoon chill. Casual op je telefoon. En op die momenten voelde het echt wel alsof je gewoon bezig bent op een high-end portable handheld, maar het is natuurlijk wel streaming, dus af en toe heb je al een hapering en een game die vastloopt en visuele artefacten, dus je merkt wel weer snel dat je nog in een vroege versie van de toekomst zit, maar dat heeft niks te maken met deze kiesje, want ik zei het, alles werkt gewoon perfect. Het is alleen spijtig dat de, op de applicatie heb je geen enkele mogelijkheid tot button remapping. Dus verder kan je niets gaan configureren. Kan je wel bij de Jungle Cats, niet bij de Kishi. Dus dat is wel een beetje spijtig. Dus jongens, niet meer de enige Kishi die op de markt is. Dit was de eerste Kishi, namelijk voor Android. Toen kwam de Xbox variant van de Razer Kishi. En uiteindelijk ook de iPhone versie. Dus die zijn alle drie nu op de markt. Nu, belangrijk, deze... Gewone kost 90 euro. Als je kijkt naar de Xbox-versie, die dus echt is gemaakt om te gaan gebruiken in combinatie met Xbox Game Pass, uh, Project xCloud, dan moet je weten dat er eigenlijk geen enkel verschil is, behalve deze drie knopjes. Dus je hebt de Home-knop, linkerpijl en rechterpijl. Die zijn dan veranderd door ja, de, het, het Xbox-logo, uh, de View-knop en dan de... Startknop eigenlijk. Dus enkel deze icoontjes zijn veranderd. En daar betaal je dan 20 euro meer voor. Dus de werking is totaal niet veranderd. Ik speel constant Game Pass met deze gewone. En ik weet perfect van: oké, okay, als ik op het huisje doe, dan ga ik naar het startscherm van Xbox. Als ik hierop doe, dan open ik bijvoorbeeld de map in een game. Want dat is de view button. En deze is om een game te gaan pauzeren. Dus. Ik bedoel, het went heel snel, dus ik zou echt geen 20 euro extra betalen gewoon voor een Xbox-versie. De iPhone-versie dan is volledig compatibel met Apple Arcade bijvoorbeeld. En heeft dan natuurlijk hier een lightning pass poort Dus daar kan je ook gewoon je telefoon gaan opladen terwijl je aan het spelen bent. En die werkt vanaf iPhone 6 Plus of niet werken. Het is ook al interessant om te zien als Apple bijvoorbeeld bij de iPhone 12 de lightning-poort vervangt door USB-C. Wat we allemaal hopen natuurlijk, dan wordt het wel... Een tegenvalling <laughs> voor Gijzig natuurlijk, dat ze een nieuw toestel moeten ontwikkelen. Maar goed, dat zien we heel binnenkort. Dus conclusie, zoals je hoort ben ik heel positief over de Gijzig-Kichie. Als je zoiets hebt van oké, okay, ik wil dingen zoals Stadia, Xcloud gaan ervaren op mijn telefoon. Dan is dit echt de ideale companion. Vooral is compatibel met de meeste smartphones. Dus dat is een heel groot voordeel. Ten opzichte van bijvoorbeeld de Jungle Cat, waarvoor je een specifieke case nodig hebt. Je hoeft hem niet op te laden, want hij verbindt rechtstreeks via USB-c. Zorg er ook nog eens voor dat er ja, geen delay is. Geen input delay. Dus eigenlijk. Niet veel slecht over te melden, behalve zo de controllers die een beetje mushy zijn, uh, geen opties voor button remapping en als ik kijk naar de compatibiliteit met echte game-applicaties, dus de games die download en de App Store, dat is wel heel beperkt. Maar voor de rest, een heel Heel leuk dingetje dat ik uh, zeker nog vaak ga gebruiken, vooral in combinatie met Xcloud. En over Xcloud gesproken, binnenkort vind je ook de video review van Xcloud hier op dit kanaal. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Meteen ook liken en commenten zou heel fijn zijn. En dan zie ik je bij je volgende video of op gamerverse.be.